Breda Nu. Je weet het meteen. Tijdens de Nassaudag gingen we even terug in de tijd van de middeleeuwen. De periode dat de koninklijke familie in Breda leefde. Hoogtepunt van de dag was een riddertoernooi waarbij twee ridders te paard het duel met elkaar aangingen. Nou, meneer de Marskramer, u bent helemaal bepakt, bezakt. Heeft u al een zware tocht op zitten vandaag? Ik ben helemaal uit Os komen lopen om hier het een en ander te verkopen. En dat zijn tassen uit Traaien, maar ook vossen uit Os. En noem maar op, ik heb zelfs een condoom uit Bergen op Zoom. Niet normaal. Maar ik schrik me rot hier. Ik zie alle mensen in doosjes zitten kletsen. Nou staat er een meneer voor me, die doet heel gevaarlijk met zoiets. Ik zie mensen die kijken met doosjes, dan proberen ze mij te vangen. Ik zeg eens dat een schilderij. Nou, ik snap er helemaal niks van. Ik ben een middeleeuwse zelfstandige, dus een middeleeuwse ZZP'er, kun je wel stellen. Maar ik ben me kapot gelopen. Ik loop niet naast mijn schoenen, zie je wel. Maar mijn schoenen gaan nog steeds geweldig lang mee. Dus hadden we maar een tijdmachine eigenlijk om weer even terug te gaan naar de rustige middeleeuwen. Zit ik niet in een tijdmachine dan? U natuurlijk wel, maar ja, u loopt duizenden kilometers. Dat geldt niet voor iedereen natuurlijk. Nou is Os niet zo ver weg, jongen. Duizenden kilometers, niet opgelet op... jullie zitten nog niet op school, of zitten jullie wel op school natuurlijk? Ik heb mijn best gedaan, meneer. Maar niet gelukt? Niet gelukt. Niet gelukt, och wat jammer zeg, manneke toch. Dan zouden bij mij in de leer moeten komen. Je kunt met me zo meelopen. Mijn naam is Maria van Loon-Heinsberg. Ik ben de vrouw van Jan de Vierde van Nassau. En ja, zoals misschien menig kijker wel weet... Het kasteel natuurlijk van Breda is gesticht door Johanna van Polanen en Engelbrecht. En Jan de Vierde is de zoon daarvan. Dus ja, ik ben zijn vrouw. En in de geschiedenis daarna heeft Jan het kasteel hier verder uitgebreid. Dus om dat speciaal te vieren hebben we hier een prachtig toernooi. Met allerlei bezigheden en zometeen over een aantal minuten... dan hebben we het, het hoogtepunt van de dag, het steekspel. Ja, dames en heren. Laat u horen, hè. Hier valt de wind aan misschien wel voor. Leven Breda! Leven de Nassau! Breda Nu. Je weet het meteen.